Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een andere video voor jullie. In de video hiervoor hebben jullie een vlog kunnen zien dat wij naar het Apel Circus Theater gingen. En vandaag heb ik weer een Lush bruisbal voor jullie. Dit is Dirty. En het kaartje staat alsof je in een kruidentuin loopt met de geur van munt, dragon en sandelhout. Maar dan in je bad. Nou, even op de mapje even uit beeld openmaken, want het kraakt een beetje het zakje. Ik heb een zwarte broek aan, dus ik ga je even uit beeld van vorm. Dit is de bruisbal. Geel bovenop en groenig blauw aan de onderkant. Ik neem jullie even mee naar het bad. Eén moment. En we zijn bij het bad. Dit is zoals we hem net nog niet kon zien, de bruisbal. Het geel aan, het licht groen en blauw. Kijk in het bad. Oeh, kleureffect op mijn hand. Zo. Dat is een voordeel met de Lush. De kleuren gaan goed voor je hand. Toch als je een keer handen was. Kijk, ze zijn er. Oh, wat mooie kleur, joh. Oh. Zo. Vette kleuren. Lijkt wel zo'n vleugel bovenin zo. Oh. Het hele pad wordt zeegroen. En die swirl die hij maakt ook. Mooi joh. Oh. En de harde schuim ook als ik hem draai. Zo hé. Oeh, kijk, dan lijkt wel eens. Dat het beeld lijkt dit. Ja, aqua blauw, maar het is fel lichtgroen. Oh. Zo hé. Lijkt wel gras te maden. Oeh. Lijkt wel net als Intergalactic een ja, Galaxy, maar dan groen. Gaaf man. Ik ga het even zo lekker in bad liggen en dan vertel ik jullie na de hand hoe dit bad geweest is. Tot daar. Alweer anderhalf uur later. Achter me zien jullie het bad. Nou, als je niet beter wist, dan zou je zeggen dat ik een paar flessen Drift leeggeknepen heb, want het is net zo groen. Het is letterlijk net Drift groen. Niet augurkengroen, niet zeegroen, mosgroen, nee, Drift groen. Lekkere Nederlandse driftgroen. Nou ja, vooral, het rook heel lekker. Nou, ik ben het wel eens met de verpakking. Kruiden, tuintjes, lucht, ben ik het wel mee eens. Die sandelhout rook het sterkste. Ik weet niet wat het verschil is tussen dragon en sandelhout, maar ik denk dat het sandelhout het allersterkste was. Maar ja, ik vond het een hele lekkere bruis. Maar ook qua kleureffect vond ik hem heel gaaf. En ik zou hem zeker aanraden. Bij deze wou ik dan nu ook zeggen bedankt voor het kijken. Zet even hieronder een like als je deze video leuk vond. En een comment welke bruisbal van Lush jij nog wil dat ik uitprobeer. Hou ik bij deze zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video.